Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Mijn naam is Fidio. En ik ben ziek. Maar zo te voelen over het ergste heen. Ik ga zo boodschappen doen. Ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. En wat ik het leukste vind om te doen zijn een soort movie reviews van films die niet zo populair zijn. Geen grote titels die mensen misschien gemist hebben. En die probeer ik een beetje topical te houden, misschien. Ach, ik weet het niet. En soms doe ik volledige spoiler reviews. En soms babbel ik gewoon maar wat. Ik ben gewoon een beetje aan het pielen met YouTube. En met vreselijk leuke software die Classify heet. Ja. Burgemeester Halsema is een grote fan van Amerikaanse series en Amerikaanse films. En ik heb recent een beleidsvoorstel gedaan om krokodillen te importeren uit Australië en die los te laten in de Amsterdamse grachten, zoveel mogelijk. Om twee problemen eigenlijk aan te pakken. Toeristenoverlast, drie. Toeristenoverlast, de pleziervaart. En dronken toeristen die in de gracht belanden. Waar dan reddingsbrigade aan te pas moet. En weet ik van wat allemaal. Daar ben je allemaal vanaf als je krokodillen loslaat. In de grachten van Amsterdam. Ik zou zeggen, bekijk die video. Ik denk dat dat voorstel heel goed zal aanslaan. Ik denk dat het win-win-win is. Ik denk dat bijna iedereen daar hartstikke voor is. Zeker dat linkse college van Amsterdam. En toen zat ik te denken, oh oké, okay, dus we krijgen dan binnenkort krokodillen in de grachten. Nou, voordat die volgroeid zijn. Het is een mooi moment voor ons, de Amsterdammers die hier echt wonen. Dus niet toeristen. Om wat meer te leren over die beesten. Want ja. Je hebt geen krokodillen in Nederland. Nog niet. Straks wel. In de grachten van Amsterdam. Compleet met waarschuwingsbordjes. Kijk maar naar die andere video. Dus wat gaan we vandaag doen? Nou, lieve mensen. Vandaag doe ik drie reviews. Een triple feature. En het zijn, u raadt het al, allemaal krokodillenfilms. Leuk, hè? Ja. Ik vind het ook heel leuk. Ik doe ze in volgorde. Ja, een beetje random denk ik gewoon. Dit is Rogue. Deze film is gemaakt, echt gefilmd in Australië. Ik ga wat plaatjes ervan laten zien. De film is uit 2007. En je ziet het, dit ligt er niet om. Grote enge krokodil. Heel groot enge krokodil. Wat gebeurt er in Rogue? Nou, in Rogue is er een soort plezier rondvaart. Dat kunnen wij straks ook gaan doen in onze gracht. En die plezier rondvaart, die vaart over een rivier waar je ook krokodillen hebt. Het is geen krokodillenrondvaart. En er zwemt daar een rogue crocodile. En die kiepert dat bootje om. En waardoor de inzittenden allemaal eindigen op een soort klein eilandje midden in de rivier. Maar het is op dat moment eb. Vandaar dat het een eilandje is. En als de vloed komt, dan staat dat hele eilandje onder water. En die krokodiltje, een grote engert, die zwemt een beetje rondom dat eilandje heen. En die heeft zoiets van, ja, ik wacht wel gewoon tot dat eilandje onder water staat. En dan vreet ik jullie allemaal op. Hele leuke, hele spannende film. Met Sam Worthington erin. En zij zit erin. Radha Mitchell. Zij is de hoofdrolspeelster. Ik vind haar een hele mooie vrouw. Ik vond het een hele goede slow burning thriller. Er zit natuurlijk wel wat horror in, want het is een krokodil. Maar ze hebben, ja, zeg maar een beetje net zoals Jaws, hè. Je ziet het monster pas op het einde. Tot die tijd is het vooral de dreiging van het monster. Ik vond hem heel goed, mevrouw de burgemeester. Ik denk dat u Rogue
uit 2007, heel leuk film vind. Ouderwets griezelen, echt heel leuk. Rogue uit 2007, krokodillenfilm. Dan is deze toevallig hoor, gewoon puur toeval. Ook uit 2007. Deze film heet Blackwater. En dat zijn twee woorden. Sorry, ik dacht dat het maar één woord was. En waar gaat Blackwater over? Ja, een bootje met twee zussen en de partner van die zus, of van één van die zussen. En die mensen die dobberen ergens, ik weet niet meer precies waar het was. Het is ook een Australische film. Hier staat een, hier, kijk, IMDb, Blackwater, 2007. Kijk of dit hem is. Ja, de low budget Australian movie. Dit is hem. Ik weet zeker dat dit hem is. Oké, zij dobberen daar rond. Ergens in een soort bayou-achtig gebied. Nou ja, je hebt geen bayou, maar zo'n moerasachtig, swamp-achtig gebied. En dat, ja, je raadt het al. Een krokodil is daar. En die krokodil die gooit het bootje om. Waardoor die twee zussen basically in een soort boom komen te zitten. Die net boven het water uitsteekt. En die krokodil die heeft zoiets van, ja, ik, weet je, ik blijf hier gewoon wel een beetje rondzwemmen. Jullie worden op een gegeven moment moe. En dan vreet ik jullie hartstikke op. hele sombere, hele sombere, hele donkere. Een slow burning thriller. Echt vreselijk leuke film. Dit is echt. In deze film, in Rogue, daar heb je nog wel mooi weer. En goh, wat is Australië mooi. Hier is het echt. Poeh. Allemaal goed deprimerend en somber. Ook slecht weer. Hier is het goed weer. Dit, weet je, moet je een beetje passen en meten. Je hoeft ze natuurlijk ook niet. Misschien wil je ze alle twee wel zien. Wat kost het? Niks. Let u op, mevrouw de burgemeester, Blackwater uit 2007. Low budget Australian movie, maar vreselijk goed. Ja. En dan persoonlijk vind ik deze vind ik de beste. Deze is vorig jaar uitgekomen. Ik vond het ook de leukste film van vorig jaar. En met leukste bedoel ik dan, dit is de film die ik het vaakst herkeken heb. Nog een keer gekeken heb. Ik heb de film nu al 5 keer gezien. En als je kijkt naar de movieposter, die is helemaal te gek. Want het is een danger. Dit gaat over alligators. Dit speelt zich af in Florida. En wat er komt te staan is, they were here first. En het klopt ook. Wat is er hier gaande? Nou, dit is echt een fantastisch goede film. Grote hurricane. Ergens in Florida. En daar is een vent. En die vent die heeft 2 dochters. En die 2 dochters die zijn grote meiden al. En die bellen met elkaar van, hey, ik krijg papa niet te pakken. Wow, zegt zij, ik, een van die zussen, een zwemster, ik rij wel even langs zijn huis. En zij gaat naar zijn huis en hij is in de kruipruimte onder het huis, is die dingen aan het repareren. En doordat die vreselijke hurricane en die gigantische overstromingen, is er een alligator, of een paar alligators zelf, die zijn in die kruipruimte terechtgekomen. En het water is aan het stijgen, dus terwijl hij daar gewond is. En hij is gewond geraakt door een van die alligators, zo vindt zij hem. En zij en de vader zitten samen, onder in die kruipruimte. Met die alligatoren die in het begin een beetje rondlopen, maar naarmate er meer water in die ruimte stroomt. Ja, die alligators die zwemmen een beetje rond en die hebben zoiets van, ja, ik wacht wel, ja, ik blijf hier gewoon een beetje rondzwemmen. Want jullie worden straks moe. En dan vreet ik jullie op. Ja. Want jullie zijn straks onder water. Dat wordt niks voor jullie. Deze is fantastisch, Spinal. En ik heb een extra zwak voor vader-dochter films. Waar vader-dochter een beetje moeilijk met elkaar omgaan. Vind ik altijd machtig mooi. En ik ben gek op krokodillenfilms. Dus deze had bij mij een extra plusje. Als ik hem al een paar keer gekeken, het is ook heel mooi gefilmd. Hier zie je de monsters vrijwel vanaf het prille begin. Maar ja, dat komt omdat de special effects. Hier is wel echt wat geld in gepompt.
En hier, ja, hier hebben ze het meer ouderwetse monster movie, waar je het monster pas op het einde ziet. Hetzelfde geldt voor deze. En deze is echt heel leuk. Ik vind die acteerprestaties, de relatie tussen die vader en die dochter. De manier waarop het gefilmd is, de muziek. Helemaal fantastisch. Crawl uit 2019. Opnieuw een krokodillenfilm. Let u op, mevrouw de burgemeester. Kijk, als alle Amsterdammers nou een beetje deze films willen kijken, dan kunnen we wat animo kweken. Hashtag Crocodile City Canals. Weet je, iets. Er moet een beetje campagne omheen. Maar geloof me, mevrouw de burgemeester, u bent ook een dierenliefhebber. Ik ook. Wij willen dat vuurwerk afverbieden voor die arme dieren. Maar die toeristen te water en die plezierbootjes. Sharon Dijksma wordt daar ook helemaal gek van. En als die straks terugkomt van zwangerschapsverlof, dan is het misschien zomer, weet je wel. Dan begint die ellende, het begint vanaf mei. Allemaal dronken toeristen op zo'n bootje. Daar ben je in één keer vanaf. Kun je allemaal lekker verbieden, want er zwemmen daar krokodillen. En inderdaad, dronken toeristen die denken, oh, ik pis wel even in de gracht. En vervolgens in de gracht kukelen. Die worden gewoon opgevreten, klaar. Dan hoef je ook niet allemaal extra hekwerk te plaatsen. En geen trappen op de wallen te bevestigen. Zodat mensen eruit kunnen klimmen via reddingsladders. En kun je allemaal mee stoppen. Je zit niet meer met een stoffelijk overschot, zoals je hebt met zo'n soort dronken toeristen die uit een raam vallen, of het verkeerde nemen en uit een raam vallen, of geschept worden door een taxi of een tram. Dan zit je met een stoffelijk overschot, dat moet je naar het buitenland verschepen, et cetera. Dat heb je allemaal niet meer. Krokodillen in de grachten van Amsterdam, moeten we echt gaan doen, mevrouw de burgemeester. En dit is gewoon ter educatie en informatie. We kunnen school. Ik denk dat schoolkinderen het ook leuk vinden. Van jongens, meisjes. Binnenkort hebben we krokodillen in de gracht. En het is heel belangrijk dat jullie wat leren over krokodillen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld met z'n allen tijdens Mens en Maatschappij gaan ze Rogue kijken. En dan moeten ze er een verslag over schrijven. Of ze kijken met z'n allen Crawl tijdens, weet ik niet, biologieles of zo. En dan moeten ze daar een verslag over schrijven. Ik zie dat echt wel gebeuren. Krokodillen in de grachten van Amsterdam. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer. En dank jullie wel voor jullie tijd.